Ik heb nog een kleine verrassing. Ik heb in mijn hoed 4 papiertjes. Daar wil ik graag dat jullie vanuit je gevoel, vanuit je hart, niet vanuit je vak, je specialiteit, maar vanuit je hart een woord opschrijft. Die stoppen we terug in deze hoed en die deel ik uit. En zeg dan daarna, als je het briefje open hebt gemaakt, waar je dat mee associeert. Een pen en een papiertje, alsjeblieft. Dank je. En ik doe ook mee. Ik stop die van mij alvast in de hoed. Aard? Ik ook. Onthoud je kleur, hè? Ik begin bij jou, Fleur. Niet je eigen kleur. Liesje? Do? Aard? Yes. Fleur, wat staat er op jouw briefje? Op mijn briefje staat tot later. Als ik dat lees, dan voel ik hoop. Want mensen die je hebt verloren, natuurlijk hoop je, of ik hoop, dat ik ze later weer zal zien. Ik ben niet gelovig in dat opzicht. Dus ik ben altijd bang dat het niet is tot later. Maar ik hoop wel dat het is tot later. Dus ik voel hoop. Hoop, tot later, hoop. En jij, Liesje, wat staat er op jouw briefje? Op mijn briefje staat liefde. Liefde, als je iemand verliest die doodgaat. Blijf altijd de liefde in je hart zetten. Uit mijn beroep heb ik te veel liefde, waardoor ik gewoon tijd en alles tekort kom. Liefde is voor mij heel belangrijk. Maar je kunt nooit te veel liefde hebben. Nee. Nee. Geven. 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 Doop, ben zo nieuwsgierig. Wat staat er op jouw briefje? Op mijn briefje staat still keep the memories. Dan denk ik direct, zo wat me te binnen schiet, is dat ik een foto van mijn moeder uit Parijs heb ingelijst en op mijn muur heb gehangen. In een kamer waar bijna niks nog aan de muur hangt omdat het verbouwd is. Ja, that are the memories. En dat is heel mooi. Nou, dat is lief zeg, Do. Ja. En jij, Aard? Wat heb jij op je briefje staan? Ik heb op het briefje met de zwarte stip. Met de zwarte stip, rust. Ik moet dan onmiddellijk denken aan rust zacht. In de 19e eeuw werden er heel veel grafstenen gemaakt met dit erop, hè, rustzacht. En dat had ook te maken dat in die eeuw, met de industriële revolutie, zoveel mensen veel te kort leefden. 7 dagen per week moesten werken. En dat ze zich bij de dood niets anders konden voorstellen dan eindelijk vrije tijd, eindelijk rust. Terwijl ik, als ik denk, als er een leven na de dood is, dan zou ik het ontzettend leuk vinden om in beweging te blijven. Dat er universiteiten zouden zijn en sportwedstrijden en nog heel veel meer. Dus het beeld, ik heb niet zelf rust als beeld bij de dood. Interessant. Ja. Ja. En wat had jij? Wat had ik? Zal ik eens even kijken? Het roze stip. Het grote geheim. Als ik daar dan denk, het grote geheim is, zal ik een groot geheim meenemen als ik doodga? Zou ik dat nog? Heb ik een groot geheim wat ik nog zou vertellen voordat ik doodga? En aan de andere kant denk ik, is de dood een groot geheim? En is dat zo spannend als we daar allemaal zo staan en we moeten die richting op? Wat is dat? Dus ik heb 2 gevoelens bij als ik dit lees, het grote geheim. Is dat, neem ik een groot geheim mee als ik wegga? En is de dood ook een groot geheim? Mooi.